datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen. Moet je het melden? Je hebt twee soorten meldingen. Je hebt de meldingen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is de eerste stap. En dan de vervolgende stap is, moet je het melden aan de betrokkenen. Dat zijn dan degenen die ins data gelekt zijn. Als het ernstige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, moet je het melden bij de autoriteit. Zijn het heel veel data? Zijn het gevoelige data? Dan moet je bijna haast altijd melden. Dat zijn dan gegevens over geloof, ras, overtuiging. De ervaring leert wel dat bedrijven niet zo happig zijn op melden. Ik denk wel van, nou, bij de autoriteit kan je op zich melden, want het is niet publiek. Hè? Er is geen register waar die meldingen in staan. Dus het is niet openbaar. Dus ik vind, dan doe je toch je plicht als bedrijf. Maar de volgende stap, die is natuurlijk lastiger voor bedrijven, dat is melden aan de betrokkenen. Want dat zijn je klanten vaak, of dat kan. Of het is niet een klant, maar het zijn gegevens, het reputatieschade. Ja, daar zijn mensen helemaal, of bedrijven natuurlijk, allergisch voor. En dat moet je melden als er ongunstige gevolgen zijn voor de persoonlijke levenssfeer. Pak je eigen verantwoordelijkheid. Wij zeggen intern ook altijd, ja, doe normaal. Ga normaal met de dingen om. En het is hetzelfde met een procedure datalekken ook. Ja, het is niet voor niks. Het is niet om elkaar te pesten, maar het is ook met elkaar te zorgen dat we in controle blijven en de normale dingen doen. En probeer dat ook op die wijze te, als organisatie zijn, ook te behandelen. Ja, hou op met de angstcultuur, want die wordt heel erg naar binnen geslagen. Het is ook wel maatschappelijk iets. Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Als we met elkaar nou die insteek pakken, ja, weet je, dan ja, je blijft altijd een aantal rotte appels ergens in hebben. Maar als we dat met elkaar beet pakken, en ik denk dat je het op die manier ook beet moet pakken. Een datalek veroorzaakt door een cybercrimineel, daar word je als organisatie keihard op afgerekend. Even los van of je wel of niet meldt een reputatieschade, et cetera. Maar er is wel iemand die iets doet wat strafbaar is. En dit klinkt een beetje, en dan ga ik even chargeren, want dat vind ik een hele interessante namelijk. Ik ga naar de politie om een inbraak te melden, of nog erger. Ik zie dat er ingebroken is en ik denk van ja, er is niks gestolen, dus ik vervang mijn deur of mijn slot en daarna doe ik niks. En daarna zegt mijn buurman bij de politie van joh, er is bij jou ingebroken. En dan komt de politie bij mij en die zegt van je krijgt een boete, want je hebt dit niet gemeld. Nou is dat natuurlijk een hele wezenlijke andere situatie, maar het is wel een beetje waarop, hoe wij daarmee omgaan. Want er wordt bij mij ingebroken, in digitale zin, er worden dingen ontvreemd. Dan moet ik gaan melden met als resultaat dat mijn bedrijf bij wijze van spreken failliet gaat omdat ik reputatieschade leid, et cetera, et cetera. En iemand anders heeft iets verkeerd gedaan. Dus we zouden misschien ook met z'n allen een klein beetje meer moeten accepteren dat dit wel een risico is van het delen van onze informatie. Als je dus als bedrijf beslist van nou, ik meld niet, nou, de volgende keer meld je weer niet en dan gaat het de derde keer heel goed mis, dan staat de autoriteit wel bij jou op de deur van hey. Want dan kan je dat niet meer verdoezelen. Ja, toen is er al wat gebeurd. En toen is er al wat gebeurd. En waarom heb je niet gemeld? En dan denk ik van, nou ja, zeker bij de autoriteit kun je melden. Dus inderdaad, doe gewoon je plicht en wees zorgvuldig. En schuif het niet weg. Want dan kan je, uiteindelijk kan je dat toch het vies tegenvallen. En ga inderdaad preventief zorgen voor een goed beleid. Zorg dat je bewust wordt. En 100% een datalek voorkomen ga je niet doen. Dat gaat niet gebeuren, weet je. En daar kan je ook niks aan doen. Ga met de dingen om zoals jij ook, hè, zoals je wil dat er ook met jouw gegevens omgegaan wordt.